In deze video bespreken we hoe ruimte, tijd en schaal worden gebruikt in de geografie. We maken onderscheid tussen absolute en relatieve ruimte. In absolute zin is de ruimte als een lege container die gevuld wordt met alle elementen en componenten van de aarde. Niks wordt weggelaten. De absolute schaal wordt opgedeeld en gemeten met gridsystemen. Als de afstand tussen twee bomen bijvoorbeeld 20 meter is en de bomen staan op x, y, z-coördinaten op de aarde, dan staat de afstand tussen deze bomen vast. Dit is de afstand in Euclidisch opzicht. De absolute afstand wordt gebruikt bij landkaarten en remote sensing. De ruimte in relatieve zin wordt bepaald en opgebouwd door de ruimtelijke componenten en processen die voor jou of voor jouw onderzoek van belang zijn. Enkel en alleen deze processen bouwen de ruimte op en al het andere wordt weggelaten. Kijk je bijvoorbeeld naar de geologische opbouw van de ondergrond, zal je alleen de geologie zien. Kijk je naar rivierpatronen, dan zie je alleen de rivier in de ruimte. Of kijk je naar de temperatuursopbouw, dan zal je enkel en alleen de verschillende temperaturen over dezelfde ruimte zien. Ook zijn de afstanden relatief, of non-Euclidisch. Kijk je weer naar de twee bomen die 20 meter uit elkaar staan, staan die absoluut 20 meter uit elkaar. Maar kijk je naar de verspreiding van zaden van de bomen en staat daar een obstakel tussen, dan zal je zien dat de relatieve afstand in één keer een stuk groter wordt, omdat de zaden van de ene boom niet in de buurt van de zaden van de andere boom kunnen komen. De schaal. Je kan op verschillende schalen kijken naar een proces. Verander je van schaal, dan veranderen ook de variabelen die van belang zijn voor je onderzoek. Bijvoorbeeld het klimaat. Als je op lokale schaal kijkt, dan kijk je vooral naar de neerslag, windsnelheden en temperatuur. Maar verander je van schaal naar een regionale tot mondiale schaal, dan worden in één keer verschillen in luchtdruk en luchtstromingen van belang. Als je processen onderzoekt, is het makkelijk om van schaal te wisselen. Neem het voorbeeld met meteorologie. Als je fenomenen onderzoekt, is het veel lastiger om van schaal te wisselen. Neem bijvoorbeeld de grote migratie van dieren. Dan zit je al gauw aan de schaal vast van het gebied waarover de dieren migreren. Als je uitzendt van de kleine schaal naar een grote schaal, kunnen de elementen van de kleine schaal gemiddeld worden in de grote schaal. Deze elementen vallen zo weg in het gemiddelde en dit kan een vertekend beeld geven van het geheel.